Dag iedereen, welkom bij Cross, onze podcast over het uh, veldrijden. Met vandaag een Crosser die meer en meer wegrenner is geworden en hoe? Onder meer twee keer Belgisch kampioen. En een PR-manager van een uh, wegploeg, Astana, die vooral een uh, heel groot verleden heeft als Cross-commentator. Dag Filip Maartens en dag uh, Timmerlier. Dag Bram. Filip um, uh, klopt mijn omschrijving een beetje. Een uh, PR-manager van Astana met. Ja, laten we zeggen een groot crosshart. Um, cross is nog altijd mijn lievelingsport. Dat is, uh, zoals ik zat gisteren in uh, Benidorm, maar ik kon helaas. ik zit, we zaten in Althea vlakbij. Maar ik kon niet naar de cross komen, maar ik zat daar wel constant op mijn telefoon naar de cross te kijken. En iedereen keek dan zo. Dus ik zeg, ja, dit is. Mijn lievelingssport. Ik heb dat daar uh, altijd gezegd. Ja, okay, dat blijft dat, zo. Ja. Dat is fijn, dan gaan we er uh, veel over praten vandaag. Maar eerst bij Astana, je bent daar nu weer aan de slag. Je hebt al heel veel uh, jaren dienst bij verschillende ploegen. Hoe zit dat precies? Um, ja, ik heb eigenlijk 17 jaar bij VTM gewerkt en dan ben ik uh, voor Astana beginnen werken. Twee jaar heb ik daar gezeten. Dat was de periode met Armstrong, met Contador. Drukke, drukke periode en. Ik heb dat overleefd en ik heb toen altijd gezegd: van, nu, kan, nu kan mij niks niet meer overkomen. En dat klopt ook. Ik, ben, ik blijf in alle omstandigheden rustig nu. Als er iets gebeurt in een ploeg, we lossen dat wel op. Ja. Dus ik heb na Astana heb ik nog vier jaar radiocheck gedaan, zes jaar Katyusha, twee jaar Lotto Sudal. En nu opnieuw tweede jaar Astana. Ja, vooral als, um, als persverantwoordelijke, ja. nu in een iets andere rol of, of is nee, ook een Nee, van je ik, job? Ook, er is nu wel meer bijgekomen. Een beetje de relaties met de sponsors onderhouden en daar praktische dingen voor uh, oplossen. Maar eigenlijk vooral nog altijd woordvoerder, uh, persattaché, sociale media van de ploeg doen. Ja. Oké, okay, dus um, ja, je, je volgt het, uh, het wielrennen op de weg, maar natuurlijk ook de cross. Uh, hoe goed ken je Timmerlier? Ik ken zijn vriendin eigenlijk beter. Oei, ja. Het gaat al de verkeerde ja. kant op. <laughs> nee, uh, zij heeft uh, ook communicatie gestudeerd. En Cameron ik... van den Broek, op ja, alle duidelijkheid. Ja, ja. En toen ik uh, bij Lotto Sudal zat, heeft zij haar stage gedaan bij mij. Dat was, uh, Klopt. was best fijn. Uh, stage, dan niet als renster, hè, want ze is ook renster geweest bij Lotto uh, Sudal. Ze was toen aan het uitbollen als renster. Ja, ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen ja. Het was eigenlijk... Uh, ze heeft nog op stage geweest... Uh, maar toen is het gestopt, toen we net samen waren. Uh, ja, eigenlijk was ze heel goed aan het trainen daar en de ene keer ja, er toch genoeg van. En waarom? Omdat jij er toen was? Ik weet het eigenlijk niet. Uh, ze was op stage en ik, uh, ik had dan het weekend nog gereden uh, van de cross. Dan was ik een paar dagen na daar naar Calpe gaan, als rust. En ja. Uh, yeah. Ik heb de motivatie kwijt om te trainen terug. En, uh, ja. Heb jij er zicht op in hoeverre dat zij talent had? Well, ze valt talenten. Ook als, uh, als we gaan lopen, dan moet ik al. Uh... Allee, ik ben nu niet echt naar lopen met, uh, met mijn dikke been, maar uh, moet Ik moet mijn best doen om uh... Allee, haar tempo is voor mij eigenlijk net iets te hoog om uh, aangenamer te kunnen lopen. Ja. En op de fiets? Well, op de fiets. Uh, ze, ze, ze reed drie maanden met de fiets niet en ze reed perfect mee aan het wiel met ons. Uh, dus dan je, dat kunnen kun iets in mijn ogen. Uh. Dan, dan is het toch zonde dat het zo snel en vroeg gestopt is? Ja, inderdaad. Uh, uh, goed de liefde was atletiek. Maar door de auto-accident uh, met haar enkel. Allee, ze heeft dat nog vorig jaar een keer uh, denk ik, nog een keer geprobeerd. Dan won ze terug een paar Dus uh, Dan zag het ook van ja met alleen maandtrainen eigenlijk terug naar de loopcross hadden winnen, dat deden ook zomaar niet. Uh, maar dan terug direct blessuren en, uh, dat was eigenlijk haar grote liefde. Maar de, de koers ja, op zich had ze wel talent en denk, uh, in het begin had ze die schrik niet in peloton, maar dan een paar valpartijen had en dan is die schrik erin gekomen en ja dan was het denk ik uh, ja, toch niet meer voor haar. En, en het zal niet voor meteen zijn want binnenkort uh, wordt ze mama en wordt jij papa. Ja. Het is de laatste week, dus uh, oh. het was uh, nep om... Uh... Je telefoon blijft aanstaan, want <laughs> ah, er kan nieuws komen. Hij ligt daar uh, achter mij. Uh. Okay. <laughs> dus het zijn, het zijn inderdaad spannen, spannende weken. Um, maar ze deed stage bij, bij de ploeg? Bij Lotte Soudal, ja, ja. Om ook uh, in het communicatieteam te ging... komen? Ja, ja, dan, dan gingen ze naar wedstrijden en uh, maakten ze uh, ja, foto's en verslagjes en van die dingen. Ja, ja. Ze deed dat goed. Ja, maar er is geen job uit uh, voortgekomen? Nee, dat was haar bedoeling ook niet, ja. denk ik. Dat was gewoon... Ja, van, vanuit, ik denk dat zij de hogeschool in Doornik dat tijd. Uh, ja, iedereen moet daar een soort eindejaarswerk maken, een stage. En, ja, ja. Tim, de cross. Dat is een heel beperkt hoofdstuk tegenwoordig in je carrière, maar zaterdag een, een cross gewonnen. <coughs> en het, het, het fijne was, wat een contact vorige week. Ja. Ja, kom je eens niet langs voor de podcast en dan zaterdag gewoon je een cross? Ik wil niks zeggen, maar is er een verband <laughs> of uh, wou je iets te vertellen hebben vandaag? Uh, uh, ja, nee, ik zat er wel al langer mee in mijn hoofd om uh, voor die cross allee, daar toch goed te presteren. Zonnebeken. Uh, Zonnebeken. Oot hebben we ook op zich ook. Goed presteren. Maar dan kwam ik net terug van uh, een zware trainingstage. Dus dat was eigenlijk met zuur in de benen, laat ons um, En dan had ik nog een paar goede trainingen gedaan en dan twee dagen afgebouwd. En ik zeg. Als ik één cross dit seizoen wil goed rijden, zal het zonnebeken moeten zijn. En, uh, ja, de benen op zich waren goed, maar technisch gezien was het uh, de minste van allemaal. Ja, dat, dat is vreemd dat hij dan toch kan winnen. Want ja. er waren, ja, okay, het is, het waren geen toppers, maar het zijn wel allemaal goede crosses die hebben. Ja, ja, rijden. voilà. voilà. Uh, een koers of een cross win uh, zelf met, met minder deelnemersveld is uh, zeker niet makkelijk. Uh, tegenwoordig staat iedereen 100% aan de start ook. Um, dus ja, ik ben er wel fier op, op die overwinning eigenlijk. Ja. En ja. Zag, ik zag op Twitter een reactie van iemand die zei: Ja, ja tegen ja. Paul en Piet. En dan Adrie van der Poel reageert: Nee, het was tegen Ryan, David en ik weet al niet meer wie. <laughs> Vincent, uh, Vincent, Pasen, ja. zeker. Ja. ja, ik vond het wel een grappige reactie. Ik had ook ondertussen al geliked uh, voordat Adrie uh, reageerde. En je, je had zelf ook iets gepost uh, op Instagram, zeker. Van uh, ja. ik, ik kan eens alleen aankomen, ik ben dat ook niet gewoon. Ja, de persvoorstellingen met Marijn eh, kastelijn. Eh, ja, het ging erover dat, dat Rensson eigenlijk ja, op, op de poep staat. Eh, ja, Marijn zegt: ja, dat is voor jullie wel moeilijk als sponsor, eh, want ja, de sprinters die nemen ze altijd in vooraanzicht eh, in beeld. En eh, je ja, had het dan uitgevonden dat we als sprinter dan ons moesten omdraaien eh, op het podium en daarmee een beetje ludiek. Eh, Vandaar uh, die solo-overwinning. Ja, maar bon, uh, als, als sprinter is het moeilijk om alleen aan te komen uiteraard. Ja, voilà, uh, voilà. Uh, Het heeft ook te maken met het feit dat je acht jaar hebt moeten wachten op, uh, op een nieuwe overwinning in cross, zeker. Het ja. is de eerste in België ook. Ja, voilà, cross. voilà. <hums> voilà. Ja, in België was dat zeker al nooit gelukt. Ik was al blij dat ik op het podium kon staan. Um, en ja, acht jaar geleden ben ik een paar keer naar het buitenland geweest om mijn punten te sprokkelen. Uh, dat was toen nog... mijn Denk ik ja. Met punten om in de wielbeker te graven. En voor die punten te hebben om dichter in de startorde te geraken ook naar het buitenland geweest. En dan won ik dat jaar uh, twee of drie crossen, denk ik. Dus zelfs was van dan alleen dat ik nog in de cross woon had. Ja. Ja. Had je gedacht dat het nog zou komen? Want die crosscarrière wordt steeds minder en minder. Hè? Ja, ja, het is dat. Ik had op zich wel, wel liever nog wat meer gekrossen deze winter. Um, maar dat is de omstandigheden dan niet van gekomen. En uh, ja. De crosswinning, uh, dat, dat ik niet meer, uh, niet meer zien aankomen. Nee. Nee, maar nog eens naar die cross zelf, want je zegt, ik, maak, ik maakte te veel technische fouten. Ja, iedere keer als het is ik heel weinig crossen Ja, voilà, voilà. Ja, en ook, ik heb eigenlijk geen enkele specifieke crosstraining gedaan. Enkel wat toertochten gereden, eigenlijk, maar ja, dat is geen specifieke crosstraining. Ik denk dat ik de fiets uh, geen vijf keer op training geschouderd heb ook. Dus uh, het is eigenlijk door, door de crossen terrein dat ik wat geroeid ben in de crossen ook. Dus, dat, uh, allez. dat maakt het bizar dat ik nog een cross kan winnen op die manier. Eigenlijk. Want ja, als je je voorbereidt op de cross, moet je echt ja, specifieke cross-training gaan doen. Uh, nog beter in groep om het ja, tempo van iemand anders ook aan te kunnen. Dat heb ik totaal niet gedaan. En door mijn eerste cross te rijden, kijk ik eigenlijk direct redelijk goed mee. En dat maakt, dat maakt het eigenlijk raar. Want als je ziet naar Stibar en zo, die, 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 die raak ik daar niet meer. Op een of andere manier terwijl die eigenlijk ook in heel goede conditie zijn. Florian Vermeers net van hetzelfde, die heeft ook een cross verleend. Maar... Lars Boom vroeger ook. Ja, voilà. Dus dat maakt in mijn hoofd ook raar dat ik daar nog eigenlijk dat ik dat klaar gespeeld heb. Ja. En heb je daar een, een verklaring voor? Nee, eigenlijk niet. Want ja, ik, zei, ik heb geen enkele specifieke cross-training gedaan. Ik heb enkel de cross gereden als, als, um, als training eigenlijk. Uh, gewoon voor het plezier. En, om ja, die, die prikkel te hebben. Maar op een of andere manier waren mijn starts goed en dan heb ik mij de eerste cross gewoon gefocust op proberen dat tempo van de, de eerste twee ronden aan te houden. En dan, dan zien we wel waar ik strand. En uh, ja, dat ging eigenlijk redelijk goed. Ja. Wat, wat voor een crosser is of was Tim de Rier in jouw ogen, Flip? Oh. Um. Eigenlijk Zeker de crosser die het niet moest, niet moest hebben van de modderparcoursen, denk ik. Moet um, niet, toch? Ik probeer iemand te vinden met wie ik hem zou kunnen vergelijken die nu rijdt. En dat is eigenlijk wel een beetje moeilijk. Ja. Uh, Als ik de beelden zag van de crosser van Zonnebeek. Ik heb gisteravond al een keer gekeken dat die stijl. Ja, ik ben er niet fier op eigenlijk. <laughs> zo groot en zo lomp. En... Ja, op, van, maar op een of andere manier hadden het wel vooruit. Maar ja. Maar ja, maar je hebt vroeger nog veel crossers ja, gehad. Die, klopt, klopt. Als ik nu denk aan bijvoorbeeld Henny Stamsnijder, hij was vroeger de grote rival van Liboton. Als je die zag lopen of zelfs op een fiets zitten, het was geen zicht. Mm. Maar ja, hij werd wel wereldkampioen, hij won van alles. Um, dat wil ik ga dat je niet vergelijken hebt, met Stamsnijder, hè ja, Jij, Bram, jij zou er eerder mee te vergelijken zijn. Heel groot, heel grote mens was dat. Ik <laughs> zet me niet op een crossfiets, dat klopt niet goed. Nee. Maar dan, dan is het echt op, op ja, power, want die, die heb je natuurlijk. Ja, die techniek, en techniek maar zit er wel nog een beetje in, anders, anders kom je er helemaal niet aan te pas. Um, maar ja, gewoon die, die, die bochten, een algebru rapper nemen, dat zit, dat zit er gewoon niet meer in. Een keer even zo over de limiet gaan rijden, ja. Techniek, het is gewoon op de, de basis, laat ons zijn. Eigenlijk. Ja. Maar heb je dan uh, geamuseerd zaterdag in, in Zonnebeek of de crossen die je gereden ja, hebt? Ja, alle crossen eigenlijk. Uh, Zelf Havre, ja. daar zei ze al voorhand ja, wat, wat ga je er eigenlijk gaan doen, manneke. Want ja, het ging alleen geen crosservaring meer. Start uh, start op het zwaarste parcours van, van, van het jaar eigenlijk. Maar op, op een of andere manier wil ik erbij zijn. Het was kort bij de deur en. Dat is altijd met technische zones. En dat, dat, dat beetje overlevingstocht tijdens de cross, dat vind ik altijd wel plezant. Ja, en, en door die massa rijden, dat, dat geeft uh, waarschijnlijk ook een geweldige kick Ja, voilà, Ja, voilà. Maar die massa roept eigenlijk uh, naar de eerste tien en dan. Uh... En ze rond te kijken, dus als de winter stank, dan... Uh... Wel, dat, ik vind dat heel goed dat je dat zegt, want ik ben, ik ben toen gewoon gaan kijken, ik moest niet werken, maar ben, ben gaan kijken en, en je hoort het geruzenmoes als ja. Wouter en Mathieu en, en Tom Pitcock, uh, Pitcock komen en dan, dan, dan hoor je de massa en dat, dat gaat echt als een, een zwerm over het parcours en dan valt het inderdaad stil en de rest volgt. Ja, dan volgt het publiek dan natuurlijk ook mee op het scherm wat er allemaal gebeurt of, of, of op telefoon tegenwoordig. Uh, hoe dat de cross eraan toe gaat. Dus dan is er minder aandacht voor, uh, voor de achterkomeling. Ja. Sto stoort jou dat? Want het gaat in de cross, en, en ik spreek eigenlijk niet enkel over jou, maar misschien ook over andere renners van de tweede rij, die ook al eens top 5, top 10 rijden, maar ja, weinig aan het woord komen, weinig in beeld komen. Is dat, is dat vervelend voor, voor dat soort renners? Nee, voor mij stoort dat niet, want ja, dat is eigenlijk heel normaal. Ja. De, de, de winnaar en de, allez, de man van het podium krijgt de meeste aandacht. Dus ja, mij stoort dat niet. Ja. Maar soms heb je toch renners die pakweg tiende eindigen en nog binnen de minuut van de eerste. Mm -hmm. En die zijn niet in beeld geweest ja, klopt, en die dus. hebben eigenlijk een waanzinnige prestatie geleverd. Hè? Absoluut. Dat is ja. echt, want ja, ik nu ook uh, um, zoals Kuypers nu ook een Benidorm, die rijdt nog top 10, maar in het begin die was het nergens te bespeuren. Ja, dat vind ik dan jammer ook. Die, die, die start worden allemaal korter, zoals Haver ook. Dat was vroeger een lange rechte lijn. Nu was die start ook korter gemaakt met 50 meter. Die starts worden dan wat korter dan meestal ook een haakse bocht erin. Dus ik like heb gisteren ook heb er nog een keer op gelet. Ja, de de twintigste komt, de eerste keer de post -tour op twintig seconden van de eerste, om gewoon een wat ja, opstropping is. En een korte start. En, ja, dat dat staat, begrijp ik dan niet, want dat staat eigenlijk in het UCI-reglement. Een start, ik denk, minimum uh, 80 meter of, uh, of zelfs langer moet zijn. Uh, ja, dat wordt toch gecontroleerd, die dingen. Maar, ja, maar er zouden dus nog ja. langer mogen zijn voor mij. Dan, want ja, renners van de vierde, vijfde lijn, ja, dat is gewoon geen begin dan eigenlijk. Ja, dan die prestatie van Keuper, dat is heel straf, vind ik. Want ja, die, die moet toch een aantal rondes, ik heb die rondetijden niet bekeken, maar die moet een aantal rondes toch kort bij de... Beter rond de tijden naar ja, om en, daar te eindigen. En nog steeds geen prof, hè? Dat, is, dat is zo de vreemde eend in de bijt. Hè? Voilà, voilà. En, en dat is ook omdat hij hem in het begin niet kan tonen. Hij kan niet de eerste twee ronden in beeld komen en dan komt hij wel bij een uitslag van achtste 8e, 10 maar dat is gewoon niet in beeld geweest. Dus. Dat is een beetje te vervelend voor hem, denk ik. Ja, dat, dat is vaak een opmerking. Ook in, in veel uh, koersen, hè? bijvoorbeeld parijs roubaix Je zou soms een, een film willen maken van elke renner apart, want iedereen maakt van alles mee. Ook in de cross is dat het geval, in bepaalde crossen toch. Dat is, dat is heel interessant om die verhalen te horen, maar je moet ze kunnen in beeld brengen. Dat is, dat is ook moeilijk. Want als je dan iets mist van Wout van Aert of Mathieu van der Poel of van Pitcock, dan, dan zeggen de mensen ook: ja, we hebben het niet gezien. Vandaar dat mm. die bijna voortdurend in beeld Ja, Je kunt niet alles in beeld brengen ook, maar. Ja. Van mij zou de start uh, nog iets langer mogen zijn en dan toch iets breder. Uh, als je ziet, parcours en gewoon rijden, is dus eigenlijk perfect parcours. Altijd breed, altijd kans op te passeren, toch technische zones. Een lange startpassage, ja. dan heb je de tijd om op te schuiven en toch nog tijd om. Uh, Het is waar, maar je, je geeft iedereen de kans om, om voilà. zijn ding te doen. Voilà, ja. voilà. Niet voor niks, WK-parcours ook. Hè. Ja, klopt. Maar ja. Het is wel een van de parcours ja. rond, zoals destijds. tijd, Hippie Mario de Klerk was ook zo. Lange start, breed, technische passages, maar toch ruimte om te kunnen passeren en je ding nog te kunnen doen. Want nu, voor veel van de vierde, vijfde rij of derde rij zelf, is de eerste twee rondes eigenlijk ja, zo rap mogelijk proberen opschuiven, maar toch eigenlijk al een halve minuut aan de broek hebben, tegen dat je, uh, kun je eigenlijk aan je cross beginnen. Ja. Ik, ik heb al een paar keer zo geopperd, al lachend van. Waarom doen ze bij de cross niet eens een, een start, zoals bij de, de, de Motocross? Waar, waar je met dertig man naast elkaar staat op ik heb het een, een heel geweten. brede uh, in plek. Gieten, begin jaren 90 was dat zo. Dus de periode Martijn Hendricks won toen, denk ik. Daar uh, stonden ze echt allemaal naast elkaar. Op een grote wijde. Dat, dat, dat hoeft niet elke week te zijn, maar dat zou toch een tof experiment zijn. Ja, dat was toen in Gieten. En, en op het einde van de rit winnen toch de sterkste renners. Voilà. Ja. De, de betere renners komen toen naar voren, maar ja, dan kunnen toch een keer u uh, een beeld rijden en toch met een betere start uh, ja, toch een keer mee zijn. Ja, en uiteindelijk, zelfs al staan ze op één lange lijn, uh, de, de beste in het klassement zullen toch. De kortste lijn kiezen op die plek gaan staan. Hè. Maar die, het is spectaculair. Ja. Ja, het zou mooi zijn. Ja, ja. Alleen, uh, je moet het kunnen organiseren. Hè. Waar, ja, waar kan inderdaad. het? Ja. Het is niet zo evident. Hè. Nee, nee inderdaad, inderdaad. Maar ze zouden soms eens van meer de reglementen echt moeten toepassen. Je ziet soms ook dat zelfs al is de aanloopstrook lang genoeg, mm -hmm. dat er echt een, een haakse bocht is. Het reglement zegt ook: het mag hoogstens 90 uh, graden zijn. Dus uh, soms keren ze maar naar terug. Dat ja, ja. mag niet. En dat wordt allemaal Parcours toegelaten. Wordt toch uh, gekeurd ook? Ja, dat vraag ik mij soms ook af, Van, dat wordt gekeurd en ja, daar wordt dan over gekeken. Ja. Zeg, uh, nog eens over die zegen. want uh, ik had de indruk, je kwam over de meter, je was wel blij, misschien was je ook uh, <laughs> kapot, ja, ja. Maar, maar was je dan ook intens blij, want je hebt intussen op de weg al zoveel zo mooie dingen laten zien en, uh, en gewonnen, kan je dan echt intens genieten van een crosszege in, uh, in Zonnebeke? Het was vooral een wennen eigenlijk. Ik kon het niet geloven. Als ik mijn handen in de lucht stak, dacht ik het is toch niet meer voor Maar ja, omdat ik nog nooit in België een cross won, had, voelde ik alsof ik in een droom zat. Dit de, is niet uitbundig vieren eigenlijk ook. Ja. En, en achteraf dan? Want ja, dan denk je wel door van ik sta op het ja, podium. Ja, ik heb een paar keer in de een race gezet. Ik, kan, broer, ik heb gewoon in een cross won, Allee, dat is toch niet te Terwijl dat eigenlijk al ja, drie jaar geleden nog fulltime crosser was. En dat weten van toen. Ja, je deed alles voor van de cross eigenlijk podium te kunnen rijden en nu winnen in de cross. Terwijl je er meer voor deed vroeger dan dat je nu voor de cross doet. En nu komt die overwinning en toen ja, was dat onmogelijk. Wat spreken jullie eigenlijk tegen elkaar? Uh, zoveel mogelijk Frans. Totdat ik mij vastpraat, dan begin ik het Nederlands. Mm -hmm. Nee, het is zo, ja. Ik denk, moest ons bezig worden, dan is het zo. Frans en dan terug. Even een paar woorden Nederlands en dan. Mm -hmm. ja, aan mijn kant toch. Ja. Jullie, jullie creëren een nieuwe taal, ik hoor het al. Eigenlijk wel. Ja. <laughs> Eigenlijk wel, lijken toch. <laughs> maar ze, 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 ze is wel meegegaan elke keer naar de cross? De vers, ja, ja, ja. ja. Ik had althans gezegd, ik zeg. Uh, Allee, de was het plan van BK te doen, ze vanaf BK gaat dat niet meer mee, maar ja, nee, ze houden er bezig zijn. Ja, en fijn ook, want ja, uh, ja, het is ja. dat het is dan, als het mogelijk is, is het te, te doen, maar ik was vooral schrik dat ze tijdens de cross uh, naar rare een parcours hing staan en uh, ja, ik zat toch helemaal voor mee. <laughs> stel je voor, halverwege de cross, ja Tim, je super. moet eigenlijk afstappen, <laughs> ik denk dat je weg moet. <laughs> ja maar hoeveel kans gaf je je om, om te winnen? Want je zei wel, ik, uh, ik had een duidelijke ambitie, maar ja, er waren nog goede renners. Ja, hoeveel ja, kans was er? Het was een beetje uh, met oppeppen eigenlijk, naar de cross eigenlijk, maar ja, als ik had uh, vierde of vijfde geweest, was het meer logisch, logischer geweest dan dat ik die overwinning had genomen. Vooraf heb je niet gedacht van, uh, ik, ik ga hier om te winnen? Jawel, jawel, ik had al een paar keer gezegd uh, thuis en tegen mijn grootvader: oh, ik wil winnen, win. maar ja, natuurlijk. Dat is wat je jezelf op hebt, maar uh, ergens diep in je achterhoofd weten dat dat uh, bijna onmogelijk is als uh, je daar niet specifiek op voorbereidt. Filip, ja. jij hebt heel veel crossen becommentarieerd: mm -hmm. uh, voor, uh, voor VTM, voor uh, VT4, voor Play Sports ook. Je bent ook in Zonnebeke geweest, je hebt wereldbekerwedstrijden nee. gedaan, op WK's geweest. Wat is de charme van een cross zoals uh, Zonnebeke op dit moment, binnen het huidige crosslandschap, dat ja, flink veranderd is? Dat dat zo nog een, een ouderwetse cross is. Die crossen verdwijnen. Je hebt uh, alle grote crossen in België, die hebben van die VIP-tenten staan. En... Zonnebeke <coughs> heeft dat niet. En dat is zo nog, uh, die hebben ook wel, wel VIP's, maar dat is iets zo, niet zo... Potserug, prominent, aanwezig. Daar gaat iedereen nog met de, met de botten in de modder staan, want er is altijd, er is altijd modder in Zonnebeke. Ik heb hadden een leuke cross gevonden. Gewoon door ja, het, le het lekker gewoon zijn zoals het vroeger was. Maar ik ze heb... zijn inderdaad wel aan het verdwenen. Hè? Dat ja, is aan het ja, ja, maar ik heb vroeger zo nog mijn beginjaren bij VTM. Dan uh, gingen wij naar crossen in Peulis, Brendonk Breendonk... Uh, waar, ja, daar stond geen nader, er was gewoon een, 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 een koord. Zo, zo simpel soms was er zelfs geen koord. De mensen bleven mooi aan de kant. Zoals vroeger de crossen in de Verenigde Staten. Dat was ook zo. Waar het gras afgereden was, was het parcours. Waar het hoog stond, mochten de mensen staan. Dat is duidelijk, hè? Ja, dat was ook duidelijk. En dat, dat heeft wel iets. Maar ja, de cross, ik snap ook wel dat je in pakweg of gaveren, en of gaver, en niet kan doen... Uh, het zou, zou gekke werk zijn. Er is gewoon te veel volk dat naar de cross komt. Dus ook ja. geen zonnebeken is dat perfect georganiseerd. Welle, daar, is, daar, is ook, na, daar is ook overal afgesloten zoals het hoort. Maar het heeft nog iets van, van die crossen van dertig jaar geleden. En houden, houden zo. Absoluut. Het contrast was wel gigantisch groot met de cross van zondag dan, gisteren, in, in Benidorm. Uh, je hebt gekeken, ja, ik heb naar, gekeken. naar de. Ja, de overrompeling van, uh, van Benidorm. Oké, okay, dat er veel mensen uh, uh, wonen of kunnen wonen, dat, dat weten we. Maar ze kwamen ook naar de cross kijken. 15.000 mensen heb ik uh, gehoord. Het was, het was indrukwekkend om te zien, toch? Ja, ik kreeg ook, uh, allee, toen ik op stage was, uh, veel belen die sprak. aanspraken. Uh, Rijden de cross en Benidorm, we komen kijken. En nou, als ik dan, uh, in België was ook. Uh, ja, we gaan naar Benidorm. Uh, we hebben daar iets, we gaan komen kijken naar de cross. Ik zei, maar ik krijg niet. Dus dan merkte ik al dat er. Uh, Heel veel bel naartoe ging gaan, maar als ik gisteren de beelden zag, ja, dat was precies 2K uh, die, uh, die doorging. Ja, maar vond je het ook uh, tof? Bijvoorbeeld uh, het parcours, de, de ligging, want het is, het is helemaal anders dan wat wij gewoon zijn hè, van, van cross. Ja, het is helemaal anders, maar ik vind ja, het mag, mag wel zo een keer iets anders zijn ook. Het moet niet altijd typisch Belgische cross zijn ook. Uh, maar ik vond het wel iets aan eigenlijk. Ja. Wat ik mij nu een beetje afvroeg, want er lagen veel stenen, er is daar. Ik heb eigenlijk weinig gehoord over pech of lekke banden, maar als je dan ziet: dit jaar was er ook die nieuwe cross in Maasmechelen, waar dan iedereen kloeg over stenen en iedereen lekker heet. Wat is dan het verschil? Ja, de cross van Maasmechelen kan ik me niet direct herinneren, maar uh, ja, ik denk dat Maasmechelen dan in België uh, doorgaat en dan ben je door, maar, daar kunnen ze bijna niet anders dan. Uh, dan, dan zoiets af te leveren. Ja, ja maar ze, ze rijden wel niet lek, terwijl je op bijna platte tunes <tus> rondrijdt. Klopt, maar ja, ze steken wel meer, uh, meer druk daar dan ik was hier. Ik denk dat ze daar misschien zelf met 1.5 naar 1.8 zouden gaan met de lange passage, maar hop ook op de weg. Uh, ja. En dat is ook de reden dat er minder lek gereden zal geweest zijn. Maar het was wel opvallend, ja. want vooraf was het een item, maar er is tijdens de cross amper een lekke band geweest, toch niet bij de, bij de mannen vooraan? Nee, maar als je de beelden zag, dan zag je ook wel soms heel grote steden liggen. Dan zei je van, hey, straf dat er niet... Uh, maar ja, ook door de hogere druk in de tube wel, uh, Want ze moesten nergens eigenlijk weinig druk hebben. Misschien juist voor de zandbak, maar die was zodanig kort dat dat uh, niet van toepassing was. Ja. Dus ik denk ja. 1, 5 tot 1.8 zullen ze gereden hebben. terwijl dat is in België. Ja, de cross dat ik hier nu gereden heb, ben ik niet boven de 1.3 geweest. Dus, dat is uh, eigenlijk onwaarschijnlijk. Ja. Hè? Voor, voor uh, wielertouristen. 1.3, dat is dus ik een wou, lekker. Het, bal, ik eigenlijk. wou het net zeggen, Paul Herrijd zegt dat onlangs. Hè. Een wielertourist zou hier de eerste bocht na de start niet kunnen nemen. Is dat zo? Ja, dat is zo. Ah, ja, als ik nu op training als ik op training vertrek en dan zet een druk, zoals in een koerstrein of een een crossen, nou, dat, dat gaat gewoon niet. Terwijl er geen cross. Ja, komt toe op parcours verkennen en af je hebt gezegd, ja, steek maar 1, 5, 1 4. maar dan rookt er nergens door. En dan, dat je op het van het parcours, na twee, drie rondes verkennen, euh, zit al op een kilo 2 een kilo 1 rond te rijden. Dat je zegt van, en als je het dan voelt, aan je tuben, voordat je naar de start hebt, dan denk je toch, oh, dat is plat. Maar nou, je dat gewoon nodig, op een of andere manier. En waarom kan een wieler dat dan niet? Het dus moet dat een beetje gewoon worden ook. Ja. Like, ik, ik nu uh, van het weekend ook ja, voelde gewoon dat die tube die rolt, die rolt gewoon weg eigenlijk. Het lijkt alsof je, uh, je band, ja, want je strijdt niet met tubes, dat, 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 dat die van je vel gaat. Wat ja, ja, gevoel heb je? Ja, die rolt eigenlijk gewoon weg, omdat je, ja, lijkt dat je met een leegloper aan het trein zit met een, met een wegtube. vaak ben plat aan het rijden, maar dus zo reed eigenlijk heel de cross. Rond. Dus dan moet je anders <laughs> en, een bocht insturen. Ja, helemaal anders. Hè. Ja, je voelt hem we eigenlijk eigenlijk weggaan. Dus. Het is moeilijk uit te leiden. Ja, we gaan het eens proberen, Filip. Ja. <laughs> en ook van achter gaat hem dan. Ja. Hij, hij drift eigenlijk een beetje fiets. Hè. Zo moet het is, het, is, het, is, ja. het is gek dat er minder of dat er niet eens uh, meer wordt gevallen. Uh, ik zag gisteren ja. de Valpartij Jens Adams. Dat, dat zag er echt wel heel pijnlijk uit, maar ja. dat had niks met uh, de banden te maken. Was ja. de nee, nee, waarschijnlijk niemand die aan het druk is hoor. Soms, als je zo'n moddercross hebt en dan met de balken, dan hadden mij. Een kilo, een kilo, twee naar die balten toe. Met afduwen springt die tube dan dubbel. Dan kunnen we wel een keer van lijn afwijken. Maar daar zal dat nu wel niet door de tube geweest nee. zijn. Wat vond je sportief van de cross? Want we hebben weer een uh, geweldig duel gezien hè, tussen Top, hè? de Top. heren Van Aert en, en uh, Van der Poel. vooral. Het was zalig om te kijken, echt waar. Uh, maar eigenlijk, de, ja, ook bij de vrouwen was het net hetzelfde. Maar dat is ook hetgeen dat ik uitlegde aan. Uh, aan de mensen van Astana gisteren, wat er zo leuk is aan de Cross. Ik zeg, dat duurt maar een uur en het is eigenlijk altijd spannend. Tenzij dat zo echt een, een zware moddercross is, dan weet je al na 15 minuten van, ja, dat is de sterkste en die gaat winnen. Maar over het algemeen is Cross toch spannend tot de laatste ronde. Zeker deze winter hebben we heel veel uh, boeiende crossen gezien. Voor de grote drie erbij kwamen was het heel boeiend en spannend. Ja. En, en sindsdien ook. Hè? Maar ook in de tijd van Sven Nys was dat ook zo. Hè. Uh, dat was spannend tot de laatste ronde. Uiteindelijk won Nijs. Maar het was spannend. Het was een plezier. Wat, wat, wat heb je gezien over de verhoudingen tussen uh, Wout en Mathieu? Want je, je kent ze nu allebei heel goed. Uh, ja. Gisteren zijn we niet wijzer geworden, zeggen veel mensen na, na Benidorm. Behalve dan dat het, uh, het verschil misschien minder groot is dan een, een maand geleden. Uh, ja, dan de laatste twee crossen dan, uh, van Zonhoven en uh, die cross daarvoor dat Mathieu mij de, de rug uh, Maar ik denk dat Wout eigenlijk vooral... Uh, hij van Mathieu weet ik het niet, want ik had er net nog een keer op en nuttig gekeken. Dat is een straf, maar er staat niets niet op. Uh, maar bij Wout uh, die heeft een dag voor de cross nog vier uur gereden, denk ik. Een stuk achter een brommer, of toch in de buurt van de vier uur. Dus die heeft gewoon eigenlijk de cross erbij genomen in een trainingsblok. Dus ik verwacht dat hij vandaag terug, vier, vijf uur, zal, uh, misschien zes, Wout kende. zal gewoon gaan trainen. Dus het was gewoon eigenlijk een, voor Wout dan een trainingscross van Mathieu, kan ik het nu niet zijn. Tussendoortje maar... voor Wood in dat trainingskamp. Voilà, voilà, ik denk het wel, ja. Ik had ook het gevoel bij Wood dat het. Dat hij, het was geen wereldkampioenschap gisteren. Dus dat het gewoon niet echt met het mes tussen de tanden zo. Hetgeen dat we eigenlijk zagen de cross daarvoor met Van Empel en Pietersen, echt zo schouder tegen schouder, dat hebben we gisteren bij Wout en Mathieu niet gezien. Ik denk omdat het voor Wout niet hoefde. Dat gevoel had ik een beetje. Ja, in die laatste ronde zijn er toch een paar momentjes geweest dat het, uh, dat het toch echt dat heel zo, interessant ja, werd. Ja, in proberen een ja. bocht korter af te snijden, dat wel, maar ja. De, de... ja. Ik denk als het nu twee k geweest, alleen Wout. Remde Mathieu de eerste keer uit richting Zandbak en dan Mathieu terug. En uh, dan die Mathieu het nog een tweede keer, maar ik denk als het een week oud geweest dan uh, dat dat woot dat hij nog een, keer, nog een keer iets extra had geprobeerd. Een oh, bodycheck. Of, uh... ja. Maar hij zei ook achteraf dat hij, dat hij misschien tactisch een fout had gemaakt door gewoon de kop te willen houden, terwijl hij, dat hij gewoon zijn koers had moeten rijden en uh, vol voor de, voor de overwinning had moeten gaan. Dat hij te veel gefocust was op aan de leiding blijven, zo lang mogelijk? Uh, ja, dat had ook bij Wout, dat hij niet echt altijd wil doordrukken. Wat uh, ik gewoon met jou en op het moment dat ik een keer kost allee, het gat slaan met, uh, met, met Zweke en Elie, dat hij gewoon zat te allee, probeerde gewoon te bekomen. En toen wel dat wel zag, allee, het leek mij toch zo dat hij nog wel overschot had. Ja. Heb je ja. nog vaak contact met, met Wout en Mathieu, nu je, ja, je niet meer in dezelfde ploeg zit? Ja, toch wel een beetje. Toch een beetje. Ja. En gaat het dan over de cross of eerder over wat er op de weg gebeurt? Nee, over, weinig over de koers eigenlijk. Ah ja, echt volledig oh. weg? Ja, ja, ja. dat halen af en toe wel een keer over de koers, maar beperkt. Ja. Over auto's en vrouwen? <laughs> auto's dan meer, ja. <laughs> en over vader worden? Uh, ja, dat wordt uh, ook wel een item nu. Hè. Ja. Gaat dat, uh, ja, het zal natuurlijk je leven helemaal veranderen, maar welke impact zal het hebben op je, op je, op je carrière? Uh, ja, uh, hij zal geboren worden en uh, papa zal uh, direct een maand weg zijn naar uh, Muscat, Oman en UAE. Dus uh, het wordt uh, de eerste maand zeker moeilijk voor Cameron. Um, en daarna kom ik dan een weekje terug en dat is Parijs Nice. Dus papa zal er niet echt uh, veel bezig zijn. Dus het is een moeilijke vraag wat impact dat, dat zal hebben op mij. Ja, vooraf is dat moeilijk. Hè? Vader worden, wat, wat, ja. wat doet dat met een mens? Je kan dat op voorhand niet inschatten. Nee, het is alleen pijnlijk vind ik, dat ik uh, die, die eerste maand een beetje gemist Maar ja, uh, ze zeiden mij allemaal dat ik als vader toch niet zo heel veel kunt doen. Dus. <laughs> nee, maar zou je niet in de koers misschien iets voorzichtiger worden? het koers is echt niet. Ja, ze zeggen dat, dat hè. Ja, dat, dat klopt, dat klopt. Maar als ik dat voel toch, allee, dan ben ik altijd wel redelijk voorzichtig, denk ik toch. Maar en keer ja, die laatste, allee, die vlag daar is, mm. van die laatste kilometer, dan gaat die, die knop toch om. En dan, dan ze vragen dat soms wel wat, wat, wat zitten dan te denken? Maar ik denk er niets. En dan zeg ik, allee, ik toch volledig van de wereld. <laughs> dat is gewoon. Afwachten wanneer dat je, uh, je je nazet gaat doen, en, en dan zo dat je naar de streep. Ja, want dat, dat vind ik opvallend. Je oogt altijd super rustig en relaxed en toch ben je als sprinter een soort roofdier. Hè? Je, je hebt een prooi en dan ga je er uh, 300% voor. Ja, het is bij mij zo die klik eigenlijk iets gevroeger moet komen. Dat ik, uh, ja, als het mij een duw heeft, uh, dan heb ik zoiets van, ah, en dan schuif ik wel weer op, maar, maar die laatste kilometer dan hadden, mij niet meer, uh, hadden mij niet makkelijk meer aan de kant zitten. Ja. Ik zou die klik eigenlijk al op vier of vijf van de, van de meet moeten hebben, maar ja. ik kan de, het gevaar ook wel uh, beter inschatten, vind ik dan soms dan anderen. Dat je zegt van ja, als ik hier nu ook doorgeduwd had, dan, dan waren we er mee, met dertig tenen de rond. Terwijl dat sommige anderen daar eigenlijk uh, die, die dat inzicht precies niet hebben. Die, die kruipen er maar tussen en ze gaan er vanuit aan een andere rem, maar dat is niet altijd zo. Ja, Sagana had dus de naam eigenlijk. Echt gevaarlijk te zijn. Hè? Ja, maar met Sagana heb ik persoonlijk kijk, maar weinig problemen gehad. Ik herinner me wel de, de rit dat ik in Giro won, dat ik, dat ik de laatste kilometers, dat hij mij probeerde eruit te rijden, maar dat dat, dat niet gelukt was. Mm -hmm. En sindsdien heb ik, heb ik, heb ik heeft hij dat niet meer geprobeerd eigenlijk. Kan je beschrijven hoe gevaarlijk dat is, zo'n laatste kilometer? Jawel, dat is moeilijk, hè. want die laatste kilometer gaat bij mij toch die knop om en dan heb ik toch niet meer mijn mee volle besef. Het is gewoon je zit gefocust op die bordjes of op die, die meet proberen te zien of ja, of, of, of rondpunten nog proberen aan te snijden of dergelijke. Dat, uh, ja. En meestal in die laatste kilometer gaat het zo rap ook. Ja. Kijk je dan naar andere renders of kijk je naar een gat waar je kan induiken? Uh, het is vooral een beetje inschatten, ja. ja. Als de lijn erin zit, dan moet je zo inschatten van ja, als een dien zoveel doet, dan doet hij niet zoveel. En dan ja, moet eigenlijk inschatten van ja, ik te vroeg kom, ga ik te laat komen? En ja, meestal op de kilometer van de meet weten, of ja, ik zit goed of ik zit niet goed. Um, als je op een kilometer moet opschuiven, dan wordt het moeilijk, of moeten we hopen dat er nog een zwerm in meepneemt, maar... Het mm. is ook opvallend dat jij, spreek me tegen, ook nog niet vaak gevallen bent als, als sprinter toch? Ja, houd vast <laughs> Ja, ja, ja. Het nee is zout, ja. Ja, maar, maar de, denk ik denk dat ook omdat ik andere die, die is ook wel redelijk goed kan inschatten uh, tussen 10 en, en die laatste kilometer. Want ja, als ik ook een doorduwer zou zijn, dan denk ik er wel al een paar keren serieus, serieus gelegen ja. Dat is een kunst, hè. Zeg maar, um, vijf jaar geleden was je, was je bijna renner af, om het, om het oneerbiedig te zeggen. En dan, uh, want je bent nu een paar maanden geleden dertig geworden. En nu ben je een van de topsprinters. Ben je net naar de, misschien een van de beste ploegen van de wereld ver, verhuisd. Hoe is die, ja, die klik... Er gekomen, hoe is dat precies gegaan? Je hebt het al dikwijls gezegd, maar ho hoe kan dat, dat dat in een carrière toch ineens komt? Ja, geen idee um, Een beetje de, de vechtlust die erin zit. En ja, eigenlijk gewoon, ook al net in een mindere periode, toch blijven verwerken. En dan op een of andere manier moet het toch komen, denk ik. Ja. Of een beetje de gelukkige zijde, ja. Dat is ook zo'n vraag. Hoe komt dat? Maar zijn er ook mensen die in je omgeving, ik weet dat Mario de Klerk ook een belangrijke rol gespeeld heeft, zijn, zijn dat soort um, mensen of ploegen, of ja, gebeurtenissen op dat moment, cruciaal geweest? Uh, ja, dat wel. Hè. Uh, mijn overstap naar Alpecin, dat sowieso de goede keuze geweest zijn. Want ja, uh, allee, toen was dat nog uh, Corendon. Maar um, ja, dat gaat sowieso de... de de beste keuze geweest die ik toen kon maken, eigenlijk. Uh, ook omdat ze mij in de ploeg wonen. Er waren toen ook niet zo heel veel ploegen die in de reis stonden met hem. Er waren wel een aantal. maar uh, Ik denk dat ik daar wel de goede keuze gemaakt had naar uh, bij de of te gaan. Ja. Maar wie heeft gezien dat jij eigenlijk intrinsiek heel snel was? Well, altijd Mario eigenlijk. Hè. Die heeft altijd gezegd, die heeft een paar keer bij Lotto uh, aangeklopt van ja, Merlier moeten overnemen van ons. Want hij is gearp. Maar ja, dat is er nooit niet van gekomen. En, ja. Ja. en waar, waar wist je dat zelf? Want... Uh, ja, hoe op, voel je dat? Op training voelde dat wel. Als je sprintjes doet op training, dacht ik toch wel... Uh, maar ik had eigenlijk al van de jeugd altijd geweten dat ik rap was. Maar dat kwam er te weinig uit, eigenlijk. Omdat ik niet te veel met die cross bezig was, denk ik. Ja. Dat was mijn grote liefde, die cross en die weg. Ja. Ik wist wel dat mijn prestaties beter waren op de weg, maar toch wilde ik liever crossen. Eigenlijk, ja. Ja, want ik weet dat je soms langs de Schelde ook uh, meereed. En het traditionele spurtje, dat moest dan toch eventjes gewonnen worden. Ja, dat was wel een doel. Hè, ja. dat, uh, dat kon net toch een keer bewezen. Dat je uh, dan in, in België kon de... winnen. Ja. <laughs> ja, maar goed. Uh, dat, zijn, dat zijn testjes onderweg op training die je die, uh, ja, doen inzien: van, ik ben eigenlijk misschien wel ja, veel sneller voilà. dan ik denk. Ja. Maar natuurlijk, in een koers is dan nog altijd anders. Ja. Het is nu ook wel gebleken dat als ze mij wat brengen, dat het nog iets beter lukt dan dat ik mezelf moet plaatsen. Um, maar als ik mezelf plaats, lukt het ook af en toe, maar dat lukte vroeger te weinig dan om eigenlijk uitslagen uh, te kunnen aantonen naar andere ploegen. Ja. Ja. Wordt er in het peloton gesproken over uh, de spurtbom Tim Ik ben bij heel veel ploegen langs geweest. Absoluut. Uh, ja, ja. Als er zo uh, als morgens gekeken wordt, van het gaat vandaag een sprint worden. Ja, ja Merlier, ja, absoluut. En jij ja, maar jij hebt hem ook al, hè? Ja, jij, jij kent hem dan net iets beter dan de rest? Ja, ik heb daar weinig in te zeggen, natuurlijk. In tactische besprekingen bij de ploeg, eigenlijk moe ik mij daar niet mee, terecht ook. Um, maar ze kennen hem wel. Ja, als je in grote rondes ritten wint, dan. Heb je het eigenlijk als printer bewijzen? Ja, ik ken maar ik bedoel, uh, ja. hij passeert ook de revue. Je, je, je start nu bij, bij de nieuwe ploeg bij uh, Soudal Quickstep. Hoe, hoe is die? Want we zijn nog maar een maand ver. En uh, de eerste indruk, hoe, hoe is die hier verlopen? Ja, heel goed eigenlijk, ja. voor me thuis. Uh, ja, nog veel bel en zo dergelijk ook. Dus, uh, en de sfeer zit goed ook. Uh, dus ja, ik amuseer me zeer eigenlijk wel, ja. Is er, is er een groot verschil? Want ja, de, de vorige ploeg was, was ook een groot. Ja, ik krijg ploeg. die vraag maar ja, die verschillen zijn klein. Hè. Uh, de ene ploeg doet dat zo en de andere ploeg doet dat zo, maar het is niet dat dat uh, volledig van elkaar afwijkt. Nee, nee. ja, is, is er uh, in jouw ogen een, een, een extra druk of andere druk om ja, ook daar bij de Wolfpack te tonen dat je de snelste man van het peloton kan zijn? Van de ploeg uit voel ik geen druk, maar het is wel een druk dat ik mij elk jaar gewoon opnieuw opleg. Uh, ja, dat ik wil me bewijzen dat ik uh, die statisch waard ben van topsprinter te zijn. Dus ja, daar moeten we gewoon koers gaan winnen. Ja. Is er al gesproken over? Uh, ja, je hebt ook Fabio Jacobsen in de ploeg. Wie gaat de Tour doen bijvoorbeeld, wie de Giro? Ja, er is een voorlopige planning uh, uh, die er is, maar ja. Uh, je weet ook, blessures en dergelijke, mm. dat kan allemaal nog veranderen. Dus, ja. Normaal is het een tour voor Jacobsen zoals ze nu eruit zien, dat valt al voor mij, maar dat kan nog helemaal veranderen. Eigenlijk, ja. Ja. En de Giro? Ja, Giro wordt moeilijk met Remco die er een doel van maakt. Dus het is normaal als ze zoveel mogelijk klimmers meesturen. Als ze mij meesturen om Remco te helpen de geberten dat is niet niet nee. veel aan mij, hebben. Ja. <laughs> maar uh, de, de eerste opdracht is nu de ronde van, uh, van Oman. Is, uh... Ja, Muscat en dan uh, start de ronde van Oman. Ah, ja, okay. Dan ga je Cavendish tegenkomen. Cavendish, ja, ja klopt, die start er ook. Ja. Ja, die, die zit nu bij staan. Ja. ja, ja, klopt, juist, ja. En is hij er klaar voor? Goh, wel. En zijn we dat eigenlijk? Uh, <coughs> en ziet er ook echt skinny uit? Ja, ja we hebben hem. Uh, ja. De laatste na van de stage. Hij rijdt echt goed, hij samen. rijdt ook vrij goed bergop. Oh. Ja. Oh, je is scherp. Ja. Hij is gemotiveerd, alleszins. Ja. En hij voelt zich, klant, dat kan raar klinken, maar hij voelt zich thuis. het is een family feeling hier. Ik zei, jammer, oh, dat zei ik bij een quickstep ook. <laughs> <laughs> ja, maar, ik meen het echt. Ja. Die, die, die stages, dat is, is onwaarschijnlijk nu, de voorbije weken, nou, die cross was in Benidorm, al die ploegen zitten daar. Dat is een overrompeling van wielerploegen in, uh, op een lapje in ja. Spanje. Maar dat, heeft ook, dat is ook logisch. Allee, ze kunnen pakweg even goed gaan trainen in Zuid-Portugal. Maar het is logistiek. Is dat nog net haalbaar? Want je moet daar met vrachtwagens naartoe. Um, er zijn veel vluchten naar de Costa Blanca. Dus dat maakt het allemaal gemakkelijker. Het klimaat is daar ook goed. Het is zo, zo, echt een microklimaat daar. Hè? Dat maakt het ideaal. Je kan ook ja, pak je naar Italië, maar daar heb je dan slechter weer. Mallorca, ook dikwijls slecht weer. Enkelinos was op Mallorca, denk ik. En al uh, een aantal ploegen op uh, Tenerife, op Tijde, zaten er ook al een paar. Uh, terwijl dat er ook ja, uh, een delegatie van de ploeg in Calpe rondreed. Dus, uh, ja. Maar jij, jij hebt niet overwogen om de cross in Benidorm te rijden. Want uh, ja, er had ook een stage daar kunnen zijn. Moest Cameron zo... nu niet hoogzwanger geweest zijn, dan had ik misschien daar gebleven. En misschien een berichtje sturen naar de coach: van, uh, als het mogelijk was om daar uh, naar een extra cross te rijden. Maar uh, eigenlijk ging ik niet meer crossen ook dit weekend in Zonnebeke. Maar het was omdat Ilio uh, en uh, Klaus Lodewijk zijn uh, in december kampen. Ja, als je toch niet mee kunt gaan naar Mallorca, dan kunnen we dan een cross rijden. En toen dacht ik, ja, waarom niet eigenlijk? Ja? En op die manier is beetje toch hen spelen in mijn, in mijn hoofd eigenlijk. Ja, Ilio ja, is nu in een andere rol yeah. bij de ploeg. Hoe is ja. dat? Ja, goed eigenlijk ja. Ik heb er, al, ja, in mijn groep heb ik nog niet zo heel veel gehad, maar het is zo wel mijn contactpersoon als ploegleider. Dus ja, af en toe hoor ik hem wel ja. Maar ik denk ook dat Ilio al een beetje half ploegleider was in die ploeg. Zo'n beetje wegkapitein. Ja, ik was er nog niet bij de ploeg. Dus, uh, maar ja, is inderdaad wel zoiets heet, ja. Maar die, ja, er was geen link met de cross, terwijl hij nu echt wel aangeeft, van ja, rij nog maar de cross in zo'n week Ja, die van ja, Klaas, er uh, was zo'n gesprek over de planning. En, uh, ja, ik zei ja, Majorca, dat gaat nog moeilijk worden. Ja. Met cameron die hoog zwanger is. Uh, ik, zei, ik speel met de gedachte voor uh, nog een extra week te cross, maar ja, ik weet niet wat hij hadden erover. Wah. Of je kunt er dan bijnemen zitten, hm. uh, doe dat maar. Dus op die manier uh, heb ik daar toch nog die kroon ja. toe. Maar nu is het wel gedaan. Ja, ja, ja inderdaad. Ja. Het is uh, nu iets anders op de planning. Ja. En ga je de komende jaren ook nog crossen? Ja, wel, als ik mijn eerste crossen aan het trein was en het was zo weinig interesse van de organisatoren, oh, het is het laatste jaar dat crossen. Geld bedoel je? Ze moeten met meer centen over de brug komen. Maar, ook, maar er, was ook gewoon, ja, er was, waren gewoon geen centen op bepaal, bepaalde crossen. Dus uh, ik kreeg ook maar uh, wat rare uh, antwoorden van sommige organisatoren. Toen uh, dacht ik van ja, als het op die manier moet, uh, dan ga ik wel racen rijden. Dan heb ik er ook een paar, uh, twee gereden dit seizoen. Ik zei dan doe ik wel uh, volgend jaar gewoon alleen races. Maar nu, uh, eigenlijk op mijn, mijn nieuwe fiets, eigenlijk, voel ik me eigenlijk heel goed en uh, ja, ik kan me eigenlijk terug. Ja. Ja, was dus je ja. verrast, want ja, je bent twee keer Belgisch kampioen op de weg. Heb, heb je het gevoel dat ze, dat ze dat op een of andere manier precies niet meenemen naar, naar het veld? Nee, maar ja, ik versta wel dat ze Mathieu uh, Pitcock, en, uh, en uh, Wout en uh, Elie, Sweek, uh, van Toernoot, dat team met het grootste budget gaan, gaan lopen. Maar als er uh, niets van uh, held is voor u uh, als, als we je voor de kampioen van België, uh, dan voel je, je toch ook wel een beetje eergekrenkt. Ja, ja. maar dan... Ja, uh... nee, toch wel een cross verleden. Dus niet dat ik uh, twee keer kampioen van op de weg ben en dat, dat ik geen cross of zo. zo uh. Je bent ook Belgisch kampioen geworden in, uh, in het veld, toch? Hè? Bij de junioren zeker? Bij de juniors ja. ja voor Laurent 2 klas ik, dus... Uh... Ja, klopt, klopt, klopt. klopt. Oostmalle. Maar dat is al lang geleden. Ja, het Dat Dat Was ook wel een verrassing. Ja. Dat was op zijn nieuw ijs. eis. het zeker? hè? het ja. ja. Zeg je broer die kroste, was er van hem geworden? Hij werkt nu eigenlijk uh, kalen en dergelijke doet hij, eigenlijk. Dus hij uh, is een uh, bezet eigenlijk. Hij uh, uh, goed. is eigenlijk een soort uh, schildertechniek. Eigenlijk. Dus uh, ja, dat doet hij nu eigenlijk. Hij amuseert dan eigenlijk. Dus, uh, Braam, ja. mooie naam. Hè. Had hij dan minder talent of minder uh, gedreven bezig met zijn job? Met, 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 met. Uh, mm, misschien nog iets meer gedreven eigenlijk, uh, maar ja, ik denk van qua talent dat we wel een beetje bij elkaar in de buurt kwamen, maar hij had zo die in het begin van de cross iets te weinig denk ik om. Uh, om net die eerste twee rondes mee te zijn, moest ook ook altijd van achteruit komen en mm. dan is het... Als het dan uh, niet super-super zit, dan is het moeilijk om nu een beeld te krijgen. Hè. Of nog een uitslag te rijden. Dus ja, dat is een beetje zijn uh, hekelpunt geweest in de kroon, denk ik. Mm. Ja. Goed, nog eens uh, vooruitblikken, want het WK komt eraan en, en het zal de komende twee weken uh, nog meer dan nu al het geval is over dat WK gaan. Wie wordt uh, wereldkampioen? Een heel simpele vraag, maar ze is bijna niet te beantwoorden op dit moment. Ja, het is moeilijk, want de cross is... Uh, allez, de weersomstandigheden spelen ook mee, dus uh, dat is een moeilijke vraag. En ze zijn ook al... Allez, Wout en Mathieu zijn nu wel uh, aan elkaar gewacht. Dus uh, dat is een moeilijke vraag. Maar zoals ik nu de laatste weken gezien heb, heb ik toch wellicht qua voorkeur aan, uh, aan Wout eigenlijk. Uh. Wout van Aert. Voor de vierde keer dan, en dan komt hij op gelijke hoogte zeker hè, van, van Mathieu. Ja. Die heeft er al vier wereldtitels. Of uh, loopt hij nog eentje uit, Filip? We zijn gisteren alleszins in Benedorm niet wijzer geworden. Uh, ik denk wel dat Mathieu die gaat nog liever doodvallen op zijn fiets daar dan Wout voor te laten. Het gaat, uh, het gaat heroisch worden, denk ik. De cross van zijn vader. Ja. Plus ja, Hoogrijden ligt vlak. Allee, hij woont daar sowieso bijna. Hè. Ga je kijken naar de cross als je, als je kan, als je niet weg bent voor uh, uh, gaan staan. Ik zal weg zijn. Um, ja, ik zit in de Saudi toer. Ook de wereld rondreizen, ja. Ja. Daar, daar hou je wel van. En toch hou je ook van de cross: ja, uh, in pak weg Dus uh, goed. Um, we gaan afronden. Uh, nog één iets, Tim. De doelen, duidelijk. Uh, ja, het eerste doel is nu uh, uh, richting Oman, Muscat en Oman. Ja. Maar de, de, de concrete doelen op de weg, uh, dat is ook een heel simpele maar moeilijke vraag. De, de, de zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Maar wil je weer een stap zetten en bijvoorbeeld ook richting dat, uh, dat voorjaar nog andere dingen gaan winnen dan je al gedaan hebt? Ja, natuurlijk. Tu Ik denk dat iedereen altijd meer en meer wil, dus dat is bij mij ook uh, niet anders. Dus, uh... maar, maar blijf je Spurter of wil je ook naar dat Vlaamse voorwerk uh, ja, ja. iets anders gaan ambiëren? Ja, vooral Spurter in eerste... Maar um, ja, een koers als Wevelhem en uh, Dwarter Vlaanderen, ik denk ik als... Dus misschien is misschien Robe, als alles meezit. Um, maar dan moet ook alles, 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 alles meezitten denk ik om die koers te winnen. Maar ja, het is maar meestal wel, is dat van uh, Nee, koers. Voilà, voilà. Nee, maar sprinters doen het meestal goed in Roubaix. ook omdat zij zo nogal een, de gabarit hebben om over die kasseien te rijden. Ja, daar is die route, dan we een routeversnelling versnelling overheen ook. Dus dat is genade. Maar ik zei het, daar moet alles meezitten ook. En, uh, maar daar droom ik wel van, ja. Een droomende uh, om te proberen te verwirren. Absoluut, absoluut. Ik, uh, ik wens het in ieder geval toe. Heel veel succes. Uh, om te beginnen met, de, met het nakend vaderschap. Hè. Laat dat het allerbelangrijkste zijn. En wat er op de fiets voilà. komt, dan zien we dat wel. Dat, uh, dat, zal, wel, uh, dat zal wel goed komen. Ik dat je, je... maar direct. <laughs> <Ja>. <laughs> tof dat, dat je langsgekomen bent, Filip. Uh, ook uh, dank je wel. En uh, succes ergens te velden of uh, in Saudi-Arabië of weet ik veel. Uh, bij Astana. En, uh, en geniet nog van de cross. Hè. En uh, nu bedankt voor het uh, kijken en luisteren naar deze aflevering van cross. Volgende week zijn we er opnieuw. Dan zitten we um, een week voor het WK in Hogerheide. En dan komen Niels Albert en Lars Boom. En die hebben ooit eens op een WK in Hogerheide een heel mooi duel uitgevochten. Tot dan.